Koffer voor Oerol. Theatermakers over hun bagage voor Terschelling. Wat moet er zeker mee? Deze week... Ik ben Kees Roorda, ik ben artistiek leider van het Glaashuis en wij maken op dit moment een voorstelling over de eclips, de zonsverduistering. Kijk, een zonsverduistering ontstaat wanneer de aarde, de maan en de zon in één lijn met elkaar staan en de maan de oppervlakte van de zon afdekt. De voorstelling begon eigenlijk na een telefoontje van mijn moeder die mij vertelde dat ze een droom had gehad waarin 7 dagen lang de zon niet opkwam. En ze beschreef een soort apocalyptische toestand. En dat is eigenlijk de hele tijd bij me gebleven. En op een gegeven moment dacht ik, ja, daar wil ik een voorstelling over maken. Want wat zou er inderdaad gebeuren wanneer die zon niet meer zou schijnen? Ja, wat we gaan doen is eerst even een gedeelte van af. En ook de volgende dag kwam het licht niet terug. En ook de volgende dag kwam het licht niet terug. En de eerste dieren om het heen stierven. De insecten. Vlinders en libellen, maar ook eenvoudige muggen, vliegen. En na de insecten stierven ook de vogels. De brutale eksters, de merels, de zwaluwen. Het gaat eigenlijk over een groep mensen die is afgereisd naar een eclipse, zonsverduistering. En die daar allerlei verwachtingen van hebben. Er komt een man die vertelt dat al die verwachtingen waar worden. En dan wachten ze op de eclips. En na de eclips is natuurlijk de vraag of die verwachtingen allemaal zijn uitgekomen of niet. Ik zou hem eigenlijk zo nog eens een keer willen doen. Want hij dijt een beetje uit, dus hij moet compacter. Wat ik het prettige aan Oerol vind, is dat daar publiek op afkomt wat normaal gesproken niet in het theater komt. En dat je op locatie, in een hele bijzondere omgeving, met elkaar een soort samenschuiling kunt houden. Het enige eigenlijk wat we als decor hebben is de hemel. Dus je ziet helemaal geen bomen of weet ik, je ziet alleen maar de sterren en het heelal. En dat vind ik echt het bijzonderste aan die locatie. Het heeft iets mythisch, iets magisch. En daarom, het is ook de eerste keer dat de locatie gebruikt wordt voor Oerol. Dus ik voel me ook bijzonder vereerd dat wij mogen openen daar. Wat absoluut nodig is voor de voorstelling is vuurwerk. We hebben een vuurwerkkunstenaar uitgenodigd en die heeft vuurwerk aan mij gegeven. En dat ga ik nu in de koffer stoppen.